Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag. Kinderboek Sproet. Steppen voor kids. Open Jam Night in Café Mels. Expo Keerpunt bij Paplab. Gastouderen worden tijdens corona in het zonnetje gezet in het kinderboek Sproet. We zijn op dit moment bij mij thuis en hier vandaan schrijf ik mijn boeken, bedenk ik alle verhalen en geef ik ze dus ook uit, maar begeleid ik ook de gastouders bij mijn gastouderbureau. Ja, ik heb onlangs inderdaad een nieuw boek uitgebracht, Sproet, een fijne dag bij de gastouder. En dat is echt gebaseerd op de ervaringen die ik heb met mijn gastouderopvang. Tenminste, de ervaring die ik heb vanuit mijn gastouderbureau. Mijn gastouderbureau heet ook sinds januari Sproet. Daarvoor had het een andere naam en met de komst van die naam had ik meteen een kindje in mijn hoofd die belevenissen meemaakt bij de gastouder, zoals dat bij de gastouderopvang thuis gaat. Dus dat verhaal wilde ik heel graag schrijven en zeker ook in dit jaar, omdat door corona hebben we eigenlijk gezien hoe belangrijk de kinderopvang is en gastouderopvang maakt deel uit van die kinderopvang. En ik vind het heel erg belangrijk dat mensen weten wat voor prachtig werk die gastouders doen en hoe belangrijk ze zijn in het leven van kinderen. Ik vind het heel belangrijk dat gastouders zichzelf kunnen herkennen in zo'n verhaal en dat is ook waarom ik het nu zo heb geschreven. Ja, gastouderopvang houdt in dat gastouders, professioneel opgeleide, dus gekwalificeerde, veelal vrouwen, in hun eigen huis kinderen opvangen. Dus het is eigenlijk een kleinschalig kinderdagverblijfje bij iemand thuis. Wat ook heel leuk is bij dit boek, is er zitten ook liedjes bij. Die zijn speciaal voor dit verhaal geschreven, maar dat zijn eigenlijk liedjes die dus aansluiten bij het verhaal, maar ook op momenten in de gastouderopvang. Zijn liedjes over buitenspelen, over het herkennen van dierengeluiden. Nou, allemaal hele herkenbare momenten voor kinderen. Nee, het is echt gewoon een kinderboek met een leuk verhaal van een kindje. Dat kindje heet Sproet. Dat is, het kindje is genderneutraal. Dus in het boek wordt naar het kindje verwezen alsof het een meisje is, een zij. Maar je kunt het kindje zo getekend, dat zie je ook op de voorkant, dat het ook eigenlijk een jongetje had kunnen zijn. En dat was ook heel bewust, want vanuit mijn uitgeverij vind ik het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk diversiteit is in kinderboeken. Vandaar ook dat we kinderen met verschillende huidskleuren, ook zoals het gewoon in de werkelijkheid is bij de gastouder, zoveel mogelijk kinderen aan bod laten komen. En die Sproet en de vriendjes Sam, Lot en Pim, die maken van alles mee gedurende de dag, samen met hun gastouder, zoals dat tijdens een opvangdag gaat. Dus het is een heel grappig, gezellig, leuk kinderboek, wat echt leuk is om voor te lezen aan kinderen die te maken hebben met gastouderopvang. Dus ofwel door de gastouder zelf, of door de ouders die gebruik maken van die gastouderopvang, zodat het ook thuis, als het dan aan de kinderen wordt voorgelezen, ja, heel herkenbaar is voor het kind. Elke eerste woensdag en zaterdagmiddag van de maand kan je met je kind of kinderen gaan steppen. Ja, het evenement Steppen voor Kinderen, vooral voor kinderfeestjes. Dat is helemaal afgestemd op de doelgroep. Met name wordt er gelet op veiligheid. Dus het is een route die voornamelijk over voet- en fietspaden gaat. En onderweg is er een moment ingepland in het Park Randenbroek. Ze kunnen spelletjes doen in de speeltuin. Ze kunnen picknicken. Dus het is helemaal afgestemd op kinderfeestjes. Wat ze kunnen doen is in het park daar met name. Daar is een speeltuin. De kleinere kinderen vinden dat leuk. Ze kunnen een wedstrijdje, een estafettewedstrijd doen. En we hebben een zogenaamd letterspel wat ze kunnen doen. Het zijn steps die heel soepel lopen. Je kan er tamelijk hard mee. Dat vinden kinderen erg leuk. Steps zijn ook nog niet zo heel erg bekend. Ze hebben leuke kleurtjes.
En algemeen vinden kinderen dit ontzettend leuk. Steppen is heel, heel belangrijk voor kinderen. Het is niet voor niks dat kinderen voordat ze gaan fietsen vaak eerst een kleine step krijgen. Maar ook later als ze wat groter zijn, op een step, het is namelijk inspannend. En je gebruikt alle spiergroepen in je lichaam. Dus het is een hele goede beweging en het is ook een blessurevrije sport. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hardlopen. Bewegen is heel erg belangrijk, dus daarom is steppen belangrijk, ook voor kinderen. We houden heel strikt rekening met corona. We volgen alle regels van het RIVM. Daarvoor worden alle handvatten vooraf worden ontsmet. We zorgen ervoor dat de steps redelijk ver van elkaar, in ieder geval 1,5 meter, worden neergezet bij vertrek. Daar hebben we ook ruimte voor. Hier aan de voorkant van het pand, ook aan de zijkant van het pand, hebben we een grote parkeerplaats. En dan kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen ruimschoots uit elkaar blijven. Daarnaast is het zo dat tijdens het steppen hou je eigenlijk vanzelf altijd wel afstand. Dus ik meld het altijd nog een keer, maar meestal gaat het allemaal vanzelf. In de Café Melts kan je elke maandag genieten van een open podium. We zijn op dit moment op het terras van Café Maas, waar we elke maandagavond binnen een jam sessie hebben. De Open Jam Night houdt in dat er instrumenten sowieso klaarstaan. Er zijn twee muzikanten, ik en mijn collega, die ervoor klaarstaan dat andere muzikanten binnen kunnen komen lopen en daar mee kunnen spelen. Er is ook luisterend publiek natuurlijk. Je hoeft niet per se te spelen als je komt. Maar het is wel heel erg leuk als er ook veel verschillende muzikanten zijn. Want die kunnen elkaar dan afwisselen en samen met muzikanten muziek maken. Wat de Jam Night zo bijzonder maakt, is voor mij denk ik wel echt het inclusiever ervan. Dat je vaak een heel groot, vanuit technische termen dan, een niveauverschil op je podium kunt hebben van mensen die al tientallen jaren ervaring hebben, maar ook mensen die eigenlijk nog heel erg aan het begin van hun pad staan. En dat die dan toch samen muziek kunnen maken door elkaar te helpen eigenlijk om elkaar de ruimte te geven. En dat is wel heel bijzonder. De Open Jam Night wordt georganiseerd voor eigenlijk muzikanten van elk niveau. Waar juist het verschil het leukste is. Ik denk wel dat wij ons erop richten door verschillende manieren ook een heel beginnend niveau juist een plek te geven. Dus ook de mensen die nog nooit eerder op een podium hebben gestaan, willen we juist de ruimte geven dat dit hier een hele goede eerste keer kan zijn. Het leuke van het spelen, in ieder geval op zo'n sessie, is juist de manier dat je een hele andere taal inschiet eigenlijk. Dat je op een hele andere manier met elkaar kunt communiceren. En dat het vaak heel leuk kan zijn dat als je elkaar eigenlijk nog helemaal niet gesproken hebt, maar wel samen muziek hebt gemaakt, dan stap je opeens op een heel andere manier stap je dat gesprek in. En dat vind ik er zo tof. Voor mij is het leuk om te zien dat verschillende mensen van verschillende niveaus samen kunnen spelen. En dat je ook een heel groot verschil in stijl krijgt. Er kunnen hardrockgitaristen komen die nog nooit iets in de richting van jazz hebben gespeeld, of jazzmuzici die opeens met een hardrockgitarist spelen. Je krijgt dat daar toch een begrip tussen ontstaat en dat je daardoor stijlen kunt combineren die mensen bij elkaar brengt. Het mooie van muziek vind ik dat het een soort universele taal is. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld dat ik ooit op tour was waar 3 mensen uit Burkina Faso komen. Ik had nog nooit van het land gehoord. 3 percussionisten. We hebben een hele avond muziek gemaakt alsof er geen cultuurverschillen bestonden en alsof je met elkaar gewoon een taal sprak die je allemaal kon spreken. En muziek maakt dat mogelijk. In principe, op dit moment is er rondom coronamaatregelen zijn er geen reserveringsplekken. Dus is het gewoon vrije inloop. Zolang dat zo blijft, kun je dus gewoon binnenlopen wanneer je wilt. En dan kun je op het moment dat je wil meespelen, kun je een van ons aanspreken. Of gewoon vanaf je plek je hand opsteken van hey, mag ik misschien piano spelen? En dan wordt dat op die manier wordt dat zo afgewisseld. Het is elke maandag, dat is misschien wel een belangrijke. In principe nemen we geen vrij voor vakanties of dat soort dingen. Dan zorgen we altijd dat er toch sessieleiding staat. Dus waar veel sessies eens in de maand zijn bijvoorbeeld, is bij ons gewoon echt elke week
op maandag. En dan regulier van 9 tot 12 zijn de uren dat er in ieder geval gespeeld kan worden. Bij FabLab wordt er een expositie gehouden met verschillende workshops en demonstraties. Nou, we zijn nu in een van de gebouwen die op het terrein van de WAR zijn. Expo Keerpunt is een wereldtentoonstelling. En een wereldtentoonstelling is een plek waar je alles wat op dat moment in de maatschappij speelt terug kunt zien. De oplossingen die we bedenken zijn vooral, er is een hele hoop wetenschap en ook burgerwetenschap. Hier in deze ruimte staan ook allemaal displays van Meet Je Stad, een burgerwetenschapsproject waar 200 mensen in Amersfoort zelf klimaat meten. Maar we hebben ook een paviljoen democratie waar mensen werken aan nieuwe oplossingen voor democratie. Dus om de democratie een beetje te versterken en de betrokkenheid van mensen bij hun eigen omgeving te vergroten. We zijn hier in het paviljoen techniek waar mensen zelf kunnen leren 3D printen en waar Timo bezig is om een eigen 3D-printer helemaal te bouwen. Het is leuk om te zien omdat mensen langzaam ook in de gaten krijgen dat je zelfs een wereldtentoonstelling zelf kunt gaan bouwen. De bezoekers die hier komen, die krijgen een hele hoop nieuwe dingen te zien waar ze misschien nooit aan hadden gedacht. En waarvan ze wel gelijk kunnen zien van, oh, maar daar kan ik ook. Daar kan ik ook iets mee, daar kan ik aan bijdragen. We hebben een hele hoop coronamaatregelen. De gebouwen zijn groot, elke verdieping is 200 vierkante meter. En we laten maar een paar mensen tegelijk binnen. En daarom hebben we ook een reserveringssysteem opgezet. Reserveren.expokeerpunt.nl. Daar kunnen mensen in een bepaald tijdslot binnenkomen. En dan mogen ze zo lang blijven als ze willen. Iedereen kan nog meedoen aan de expo. Je kunt naar expokeerpunt.nl gaan en dan kun je zelf jouw lezing, jouw workshop of jouw experiment op het schema zetten. En dan word je deel van de expo en dat kan nog. We sluiten op 18 oktober. Nou ja, ik werd gevraagd van, of ik iets kon doen hier. En nou, ik had deze 3D-printer al een poos liggen. En ik dacht van, dit lijkt me dan een mooie gelegenheid om daar eventjes flink de tijd vooruit te trekken. Als mensen bij het FabLab komen en ze willen iets 3D printen, dan kan ik daarin wel uitleg geven van waar ze rekening mee moeten houden van als je iets wil 3D printen en wat er komt kijken bij 3D printen. Je hebt een idee en hoe visualiseer je dat? En hoe kun je dat dan vertalen naar iets wat je zo naar een printer kunt sturen? De mobiele fabriek is een bedenksel van een Gerard Schuit, die al een geruime tijd geleden heeft zich zorgen gemaakt over aardbevingsgebieden. Kunnen we nou helpen de bevolking om snel nieuwe huisjes te maken? En daar had hij een concept voor bedacht dat je hier achter ons ziet. Want hij had bedacht, we maken niet kleine, maar we maken grote lege stenen. Zo van beton, die zo zwaar zijn dat ze op zichzelf kunnen blijven staan. Die stenen zijn los gestapeld. Maar ze hebben, net zoals legostenen, hebben ze een nokje. Dus die nokjes en de holle ruimte, die houden die stenen bij elkaar. 18 oktober hopen wij hier achter ons, daar heb je de aanzet voor het tuinhuisje. Dan is het tuinhuisje compleet, kunnen we erin staan. Doen we er een golfplaten dak op en dan is de demonstratie ook achter de rug. Dit was het Even Weekjournaal van deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.